In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart brengen wij u een serie interviews waarin wij Surinaamse vrouwen met diverse achtergronden belichten. In deze editie Samantha Gujraj, deken van de Orde van Advocaten. Ze vindt dat er op de Dag van de Vrouw niets te vieren valt, omdat de rechten van vrouwen in Suriname nog steeds niet op de juiste manier worden beleefd. Ik denk dat we maandag 8 maart niet moeten vieren in Suriname. We moeten stilstaan als land, omdat we de rechten van de vrouw gigantisch hebben geschonden, nog steeds schenden. En wij kunnen als land de veiligheid van de vrouw niet meer waarborgen. En dat is een trieste constatering. Dus het is absoluut geen viering. Maandag is voor ons in Suriname een zwarte dag. Gujraj, die de eerste vrouwelijke deken is, is niet ontevreden over de positie die deze groep inneemt binnen de advocatuur. Maar er is altijd ruimte voor verbetering, zegt ze. Ik geloof trouwens niet in volledige gender equality, hoor. Want ik wil wel, als een gastman verwisseld moet worden, vind ik het wel fijn om een man te vragen van, hey, wil jij dat even optillen? Ik hoef dat niet per se zelf te doen. Natuurlijk kan ik het zelf. Als het zou moeten, kan ik het wel. Maar ik vind niet dat je ervan uit moet gaan. Dus ik vind het wel fijn dat hoffelijke, dat moet wel blijven bestaan. Dat een man een deur openhoudt voor een vrouw. Ik zie dat niet als minderwaardig naar de vrouw toe. Ik zie dat juist als hoffelijk. Tegelijkertijd moet de man niet begrenken dat omdat hij de vrouw de deur openhoudt voor die vrouw, dan is ze daardoor gelijk minderwaardig. En dat wil ik dus meer zien in de advocatuur bij de vrouwen. Ze kennen hun stof, ze kennen hun materie, ze zijn goed. En ze moeten nu gewoon hun plaats innemen, nog meer dan voorheen. Samantha Gujraj, deken van de Orde van Advocaten. Ze geeft als boodschap mee dat vrouwen out of the box moeten durven te denken bij het kiezen van een beroep.